Vandaag is de start van de verbouwing van winkelcentrum Oosterhof. Mark van de Bigelaar, jij bent winkelier hier. Ja. Het heeft jaren geduurd. Hoe hebben jullie er de moed in kunnen houden? Het heeft inderdaad heel lang geduurd. Heel veel overleg met Vereniging van Eigenaren, met gemeenten, met omwonenden, allerlei instanties. Veel overleg, maar uiteindelijk kunnen we nu gaan starten met de verbouwing. Hoe hebben we de moed erin kunnen houden? We hebben de moed erin kunnen houden door, ik denk, onze klanten. De grootste wijziging. De grootste wijziging van het winkelcentrum is het feit dat we nu 4 ingangen hebben en we gaan dadelijk naar 2 ingangen. Je hebt dadelijk een ingang aan de noordzijde en aan de zuidzijde. Daarmee verbinden we zeg maar de 2 grote parkeerplaatsen met elkaar. We staan nu eigenlijk in die nieuwe passage. Die nieuwe passage gaat eigenlijk dwars door de DA en de kapper. En daarmee creëren we een doorgang. Aan deze kant van die passage komt de Jumbo samen met de cafetaria. En aan de andere kant van de passage komen alle kleinere winkels. We hebben hier aan de noordkant de dierenzaak, de DA-drogist, de slager, bakkerij De Leijer, de kapper en helemaal aan de zuidkant de schoenmaker. Wat we hier nu zien is de start van de verbouwing. De officiële start van de verbouwing van het winkelcentrum vindt plaats samen met de Vereniging van Eigenaren, Winkeliers en Wethouder. Maar we kunnen niet wachten om te beginnen met het verbouwen. Vandaar dat er afgelopen week is gestart met het slopen van de oude Aldi. Wordt helemaal gestript, wordt bouwklaar gemaakt, bouwrijp gemaakt. In deze unit zitten nu waar de dierenspeciaalzaak, de DA-drogisterij en de keurslager komen te zitten. Nu nog een kale ruimte. En eind maart zullen wij hier onze eerste winkels weer gaan heropenen. We zijn ontzettend blij dat er, dat er na een intensief proces, kan ik wel zeggen, dat er een heel mooi plan ligt waar voor alle betrokken partijen de handen op elkaar hebben gekregen. En ieders geduld is wel eens op de proef gesteld in het verleden. Maar met dit mooie toekomstige plan voor het winkelcentrum Oosterhof, en voor de inwoners, voor de winkeliers, voor de eigenaren ligt er in ieder geval een plan waar zij de komende jaren mee vooruit kunnen. En dat hebben jullie ook allemaal verdiend. Dat mag gezegd worden. Ja, en Mark, jij refereerde er net al eventjes aan. Het doorzettingsvermogen mag ook zeker gezegd worden. Jullie doorzettingsvermogen en ook het blijvende vertrouwen in een toekomstig perspectief is doorslaggevend geweest. Ja, absoluut. Nou, in de tussentijd, zoals jullie weten, wordt er ook werk gemaakt van de openbare ruimte. Hè? Eventjes heel kort, er is een informatieavond voor geweest al. Daar is ook waardevolle input verzameld. En nou ja, de beperkte middelen die er zijn, worden in ieder geval zo goed mogelijk ingezet om ervoor te zorgen dat de openbare ruimte straks ook heel mooi aan gaat sluiten bij dit prachtige winkelcentrum. Om jullie een impressie te geven van de buitenkant, staan we hier bij deze banner. We gaan heel de buitenkant gaan opnieuw schilderen. Alle boeiborden gaan vervangen worden. En ook de entrees worden helemaal op vernieuwd. En we willen ook zorgen voor transparantie in het winkelcentrum. Dus je ziet hier ook open puien, zodat het een veel transparanter geheel wordt. Dus ook de buitenkant wordt volledig opgeknapt.